Bij brief van 13 juni 2018 heeft mevrouw Anne Brusseel met ingang van 31 augustus 2018 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger. De opvolger die in aanmerking komt om haar te vervangen is de heer Frank Bogovic. De geloofsbrieven van de heer Frank Bogovic werden reeds goedgekeurd in onze plenaire vergadering van 22 september 2014, zoals u het allemaal goed herinnert. Dan heb ik de eer de heer Frank Bogovic uit te roepen als Vlaams volksvertegenwoordiger. En ik nodig hem uit, deze keer van het spreekgestoelte, de grondwettelijke eed te komen afleggen. Die luidt als volgt. Ik zal het langzaam zeggen, zo geraakt gaan op tijd. Ik zweer de grondwet na te leven. Meneer Bogovic, u hebt de eer van dit af te leggen aan het sprekersstoelte. Ik zweer de grondwet na te leven. Dank u wel. Dat zou uw kortste medespeech kunnen zijn, maar in elk geval namens het parlement eet ik u van harte welkom.